Hey, je bent vanuit Manchester City hierheen gekomen en ik heb eens zitten kijken naar het verloop van je carrière. Je bent een beetje een stille kracht die er altijd staat. Ja, als je dat zegt. Ja, ik natuurlijk de laatste jaren is het wat sneller gegaan allemaal. Maar ja, daarvoor ook veel wedstrijden gespeeld. Maar natuurlijk bij Bournemouth en ja, bij Chelsea doorgekomen. Maar ja, ik denk dat ik de laatste jaren nu wel meer op de kaart misschien kom. Ja, maar ik doe meer op stille kracht. Het gaat altijd over De Ligt, Van Dijk. Maar jij was de beste verdediger van 2K. Hè? Daar wordt bijna niks over gezegd. Ah ja, ja, ik weet niet. Ja, ik kan niet veel zeggen. Maar ik probeer altijd gewoon mijn eigen ding te doen. Ja, het maakt me niet heel veel uit als over anderen meer wordt gepraat. Ik probeer gewoon altijd mijn eigen ding te blijven doen. En zo heb ik altijd al gespeeld. En ik probeer gewoon elke keer mezelf te verbeteren. En daar gaat het in principe om voor mij. Ben je in de vorm van je leven? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik er nu goed in zit. Ik speel veel wedstrijden bij de club. Het gaat goed. En ik voel me gewoon lekker. En ik voel dat het elke wedstrijd beter gaat. Ik leer weer andere dingen. Natuurlijk is een beetje op een andere positie weer. Dus je bent toch weer elke wedstrijd aan het verbeteren, aan het leren en kijken wat je beter kan doen. Dus ik denk het wel. Hoe is dat bij de club? Want je speelt met een monster voorin, hè? Ja. Nee, het is gewoon een fantastische speler. Ik denk dat de cijfers voor zich spreken. De goals die hij maakt is niet normaal, zoveel per wedstrijd. Het is mooi om met zo iemand te mogen spelen. En besef je dat in het moment ook? Vaak zou je later zeggen van ja, bizar, zoveel hat-tricks op rij. Besef je dat nu ook? Ja, besef je wel, zeker. Het is natuurlijk niet normaal hoeveel goals hij maakt. Maar ja, ook de dingen die hij doet buiten de goals om is heel belangrijk voor ons. Het is een andere soort speler dat we de laatste jaren misschien hebben gehad. Dus het is gewoon heel belangrijk voor ons. En wat voor dingen moet je dan denken? Ja, ook gewoon hoe die nu de laatste maanden vooral in de bal komt. Maar ook die diepte. Misschien vorige seizoen hadden we misschien iemand die meer als een valse negen speelde, zeg maar eigenlijk. Maar nu als we veel onder druk worden gezet, dan kan je altijd die bal erachter spelen. Want ja, hij is supersnel en sterk en krachtig. Dus dat wapen hebben we er ook nog bij. Dus dat is wel iets anders misschien. Kan je het gevoel omschrijven wat je hebt als je met zo'n speler voorin mag spelen? Achterin, jij houdt het wel dicht en in principe maakt hij ze altijd wel voorin. Dat is een waanzinnig gevoel, lijkt me. Ja, dat is onze job eigenlijk achterin. Van ja, als we de clean sheet houden, dan is het natuurlijk grote kans dat we de wedstrijd kunnen winnen. Omdat je spelers zoals hem, zoals hij voorin hebt lopen en die altijd op elk moment een goal kan maken. Dus dat hebben we de laatste wedstrijd ook gedaan. We hebben meer de nul gehouden. En dan zie je ook wanneer we de goal maken dat we het verder kunnen uitbreiden met de kwaliteit die we hebben. Je komt nu naar het Nederlands elftal met een nieuwe bondscoach. Op welke positie ga je dan focussen? Ja, op beide denk ik. Op linksback en op centraal. We hebben natuurlijk een fantastische verdediging. Allemaal spelers die bij grote clubs spelen. Dus waar de trainer me nodig heeft, zal ik spelen. En dat is voor je gevoel nu dan linksback als je kijkt naar Virgil en Matthijs die... Nou ja. Ja, misschien wel. Ik speel bij de club nu ook linksback natuurlijk. Dus dat ben ik nu wel gewend. Waar de trainer me nodig heeft, zal ik gaan. Ja, nog even een feitje over dat stille kracht waar ik mee begon. 34 wedstrijden in Nederland zelf, al slechts 3 verloren. Ik schrok daarvan toen ik het las. Ja, dat zijn... Ben je daar zelf van op de hoogte eigenlijk? Nee, wist ik eigenlijk niet. Nee. dat is mooi. Dat is mooi. Hopelijk. Ik wil gewoon zoveel mogelijk wedstrijden kunnen spelen voor het Nederlands elftal. En hopelijk kan ik het verlies zo laag mogelijk houden. Ja, nu moet je tegen Frankrijk. Verwacht je daarvan? Hele lastige wedstrijd, ja. Ze stonden niet voor niks in de finale. Ze hebben gewoon fantastische spelers voorin. Die heel gevaarlijk kunnen zijn op de counter. Dus we moeten goed voorbereiden. Maar we gaan er wel met veel vertrouwen in. Ja, is het gevoel dan nog anders omdat er een nieuwe bondscoach voor de groep staat? Nee, ik denk het niet. Want veel van ons kennen hem wel. We hebben natuurlijk een tijdje geleden met hem samengewerkt. Dus we weten de manier van werken en wat hij van ons wil. Het zal natuurlijk wel even weer trainen. Het is wel een andere, waarschijnlijk andere tactiek weer en dat soort dingen. Maar dat komt wel, denk ik. En ik denk dat het team wel heel veel vertrouwen in heeft. Tot slot, ADO Den Haag, de club waar je bent begonnen met betaald voetbal spelen. Je volgt het nog steeds, hè? Ja. Ja, ik ben goed met Kishna en Boy Kemper. En we hebben het er wel vaak over. Ik volg het altijd op de voet. Ik probeer de wedstrijden mee te pakken die ik kan kijken. In Nederland?
Nee, zeg maar op tv. Maar je bent ook bij de playoff finale geweest? Ja, ben ik ook geweest eventjes, ja, met mijn broer. Even wezen kijken, we waren toevallig in Nederland en ja, die wedstrijd was daar. Dus zijn we geweest, ja, jammer dat het niet was gelukt. Maar ja, ik volg ze nog wel altijd. Ja, hoe kijk je nu naar hun? Ja, het ging een tijdje even goed natuurlijk. Maar ja, misschien de laatste wedstrijd weer even wat lastig. Maar ja, ik heb er wel vertrouwen in dat de play-offs bereikt worden. En ja, hopelijk kunnen ze dan omhoog. Ja, want ze horen in de Eredivisie. Ja, zo'n club vind ik wel. Ik heb ook begrepen dat je dan met Ricardo en Boy wel eens een Formule 1 spel speelt. Zeker. Wie is de chef Grindbak? Ja, ik wil niet zeggen wie de beste is, maar ik denk Ricardo is wel de beste, maar dat wil hij weer horen natuurlijk. Ja, dat wil hij weer horen. Dat is altijd vervelend, dat was met darten ook zo. Met alles. Het zou met voetbal eigenlijk zo moeten zijn. Nee, maar in elk spel wat hij speelt is hij gewoon goed. Met voetbal, maar ook met al dat soort spelletjes, Formule 1 en dit soort dingen, dat wil hij altijd weer even horen. Dus ja, bij deze Ricardo, je bent een hele goede Formule 1 speler. En de chef Grindbak? Wat is dat? Ja, degene die alleen maar in de grindbak staat. De grindbak, dat is maar eentje. Er kan er maar eentje zijn, dat is Boy Kemper. Die man kan misschien twee rondes uitrijden en dan is de safety car er weer. Ja, wel lekker om hem erbij te hebben. Dan dat wel, weet dat je wel. Altijd wie de laatste wordt. Dat weet je zeker.